Ja, nou, denk je dat we eindelijk klaar zijn? Nee hoor. Ja, kijkers van Marshall's Eye, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Minecraft Survival. We zijn hier bijna klaar, we zitten in aflevering 198. We moeten nog aflevering 199 en 200. Dan zijn we er compleet klaar voor. Ja, we gaan even een rondje lopen. Even kijken wat we hier allemaal hebben. Ik ga gewoon alles laten zien. Laten we dat gewoon doen. Nou, oké, we beginnen met het bed. Hier is het bed. Hallo. Ja. Het bed, daar heb ik... In dit bed heb ik zo ongeveer 150 afleveringen, denk ik, geslapen. Misschien iets meer. Ja, iets meer dan 150. Want ik heb de eerste 20 of 30 afleveringen zo'n beetje heb ik in een andere wereld nog doorgebracht. En daarna kwam er een update uit. En toen zijn we naar deze wereld toe gegaan. Ja, dus in dit bed heb ik zo'n... Ja, 130 afleveringen geslapen. Super chill is dat. Dus ja. Hier staat de crafting table. En we hadden hier altijd van die furnaces staan en kisten en zo. Uiteindelijk hebben we die kisten helemaal daar naartoe gebracht, onder de grond. Dus daarmee hebben we die furnaces hier ook weggehaald. Die hadden we toen onnodig. Alleen had ik hier ook geen crafting table meer staan. Dus toen heb ik deze hier zo neergezet. Het is een paar afleveringen geleden gebeurd. Een stuk of 10 geleden, dacht ik. Nou, hetzelfde geldt voor hier zo. Hier stond altijd vet veel kisten en zo. Ze zijn weggehaald. Hier hebben we konijntjes opgeslagen toen wij ze net gehaald hebben. Ja, toen heb ik die hier even een paar nachten gebleven. Ik had hier een mooi hekje gebouwd voor de konijntjes. Dat was echt zo mooi. Dus daarom heb ik dit hekje ook laten staan. Puur uit liefde voor de konijntjes. Ja. Hier heb ik mijn anvil die ik niet heel veel gebruikt heb. Maar, dat was handig hoor. Enchanting table, super chill. Heel wat geklooi gehad om dit goed te laten werken. Want ik wilde hem niet helemaal... omringd hebben, want ja, dan kon je niet echt makkelijk inlopen. Het is niet handig als je ergens in een hoekje staat. Dus toen heb ik een manier proberen te vinden zodat het er toch nog wel mooi uitzag. En je ook nog eens een keer 30 levels kon halen. En dat is deze manier geworden. Super chill, ik vind hem er echt heel erg tof uitzien. Hier staat niks. Oké, geweldig. Nou, dit is natuurlijk... hier hadden we een poosje geleden nog een kippenfarm. Onder de grond. Alleen die kippen wilden daar niet spannen. Ondanks dat ik vet veel eieren had en zo. Nou, hier hebben we een poosje geleden een mooie opslagkamer gebouwd. Met perfecte lighting. Gewoon onder carpet. En dan is het mooi verlicht hier zo. Heleboel kisten. 3 kisten voor de cobblestone. Namelijk daar ook nog eentje. Ik heb hier nog wat kisten voor hout. Eentje voor dirt. Eentje voor overige bouwblokjes. Eentje voor alle ores en zo. Eentje met de tools, eentje met eten, alsjeblieft eten. Hier, nee wacht even, dat hoort er niet bij. Kom hier. Alsjeblieft. Dirt hoort trouwens hier nog bij in. Oh, en ik heb nog worteltjes. Hier, kijk eens aan. Decoratie, shit allemaal. Iets met redstone. Wheat en overige blokjes. Mob drops. En dan nog transport. En dus cobblestone en nog 2 lege kisten. Dus dat is ook super chill. Als we dan verder naar beneden te gaan, dan ga ik even een slokje energy drinken ondertussen. Ah, lekker, energy. Zo. En dan kom je hier. Kom je ons mooie treinstation tegen. Waar we heel wat afleveringen in door hebben gebracht eigenlijk. Hier hebben we een kleine kantine of cafetaria of cafeetje hebben we gebouwd. Gewoon met mooie vloer erin en gewoon goed verlicht ook. Mooie grote tafels voor de grotere groepen. En natuurlijk kleinere tafels voor de kleinere groepjes. En staattafeltjes, zodat je even snel wat te eten of te drinken kan halen. En nou ja, dat dus. Klein keukentje hier zo erbij gemaakt. Met de crafting table daar zo. En dit moet dan de vitrinekast voorstellen waar je dan uit kan kiezen wat je wil eten. En eigenlijk was mijn idee dat hier dan villagers achter stonden en dan de boel mooi serveerden en zo. Alleen dat gebeurde niet echt. Licht komt van achter deze leaves vandaan. Uit het plafond en uit de grond, zodat je overal alles goed verlicht hebt. Dit is heel simpel gedaan door gewoon levers op de grond te plaatsen. Levers aanzetten en een piston erboven. En dan heb je een mooi tafeltje. Nou, super cool natuurlijk. Hier heb je ons mooie treinstation met het mooie overchipkaart systeem. Je moet inchecken, anders kom je er niet in. Sta je daarop, dan ben je ingecheckt. En dan ga je met het treinspoor ga je naar de andere kant van deze treingang, of dit spoor natuurlijk. Het is de beste metrolijn die je ooit gezien hebt. Het is een klein beetje zelfbediening, want er is ook maar één kaartje.
of één karretje, dus je kan maar met één persoon tegelijk gaan. Dus dat is een beetje jammer. Maar wat dat betreft kan er nog wel wat verbeterd worden. Maar dat maakt niet heel veel uit. Want ja, het doet zijn ding. Ik ben toch de enige in mijn wereld. Dus ja, als jij eens een keer deze wereld in een multiplayer wereld wil zetten, moet je zelf maar wat bedenken. Nou, hartstikke leuk. We zijn hier nu bij onze mooie spinner farm, want daar was het natuurlijk voor bedoeld. Dan hebben we een spider spawner. Sterker nog, een case spider spawner, dacht ik zelfs. Dat weet ik niet zeker. Ik dacht het wel. Ja, dat is een case spider spawner. Hebben we helemaal omgebouwd tot een mooie XP farm. Die spinnetjes die spannen daar, die komen daar, die gaan daar door het water heen. Die komen dan hier zo naartoe en die gaan dan hier zo met dat water naar het midden toe. Ze worden automatisch omhoog gegaan. Door het water hier zo. Want ja, het water gaat hier, gaat het weer omhoog, zeg maar. En dan komt het water hier zo samen en worden die spinnetjes mooi naar het midden toe gebracht. Hier gaan ze weer omhoog. Dat komt door die ster die daar ligt. Daar gaan de spinnetjes weer omhoog. En die komen dan helemaal mooi zo hier naartoe, naar het einde van deze gang. En dan haal je die open en dan kun je hier zo komen al die spinnetjes samen. Dan doe je deze dicht. Dan komen die spinnetjes daaronder niet meer erbij. En deze blijft dicht totdat ze een beetje genoeg pijn hebben geleden. Zodat je gewoon heel simpel gewoon zo kan doen. Gaan die spinnetjes dood. Daar krijg je lekker veel XP voor. Super handig. En er zit dus een heel redstone systeem achter. Met een redstone klok hier zo. Oké, mooie redstone klok. Met in totaal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16 repeaters, als ik het goed heb. Ja. En 1, 2 redstone torches. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 stuks met gewoon redstone. Mocht je hem zelf willen bouwen, je hebt hem nodig. Die heb je van mij gekregen nu. Super chill. Dat is dus onze spider spanner. En hier heb je nog verder een mooie abandoned mineshaft. Die is dus helemaal verlaten en is nu helemaal van mij. En die heb ik ook al helemaal uitgekoud als het ware. Er zit niks meer in te vinden, dus jammer joh. Gaan we weer terug met de mijngang. En dan gebeurt er weer van alles en nog wat. Kun je ondertussen wat drinken of zo. Ik doe maar wat er. Ah, blijf lekker. Onder het genot van een drankje wat opnemen. Is trouwens wel hele goedkope energy. Aha, basic energy. Maar is wel lekker op zich. Het kan nog goedkoper. Ben ik laatst achtergekomen. Ja, dat soort shit blijf je altijd houden. Nou, en dan kom je weer hier terecht. Stap je uit. En dan kan je niet daardoor naar buiten. Dan moet je hierdoor. Nu ben je uitgecheckt. Hey, krijg nou wat. Dit was dus de trein. Ja, de metrolijn als het ware. Dan gaan we nog verder naar beneden. En dan is hier niet zo heel veel bijzonders meer te beleven. Hier is gewoon onze mijngang. Zijn we miljoenen keren lava tegengekomen en dat soort shit allemaal. Dus echt vet veel hebben we hier meegemaakt. We zijn hier een paar keer bijna dood gegaan. We zijn hier één keer helemaal dood gegaan. Dat gebeurt nog wel eens hier zo. Hier ligt een heleboel lava. Dus kun je ook zien en daar zo ook. Dus ik dacht van laten we hier nu maar stoppen met mijnen. Dat heeft geen nut meer. Toen zijn wij iets verder weer teruggegaan. Dan zijn we hier onder langs het trappetje gegaan. En hebben we hier nog weer een mijngang gemaakt. En toen ging mijn pickaxe kapot. En toen had ik daar ook geen zin meer in. Dus ja. En mijn torches waren ook nog eens een keertje bijna op. Ja. Nu gaan we weer naar boven toe. En gaan we nog een rondje buiten maken. Een klein rondje is dat. Dat valt eigenlijk best mee. Het is een best groot rondje nog hoor. Wat we dan moeten doen. Want we hebben best wel gebouwd ook buiten. Natuurlijk. We hebben hier onze koeienfarm met een aantal koetjes die hier zo rond waggelen. Die zitten al maanden opgesloten hier zo. Die leveren lekker goed vlees en zo. Dus ja, ik vind het prima. Hier hebben we een hele poos schapen gehad. Voor onze mooie skin. Die daar staat. Daar kom ik zo meteen nog op. Hier hebben we een hele poos schapen gehad. Echt vet veel. Ze kwamen echt door de muur heen zetten ze een beetje. Dus dat was echt zo ontzettend mooi. Ik vond het zo grappig om te zien. Dus elke keer aan het begin van de aflevering, vanaf aflevering 150 of zo, ben ik bezig geweest met het maken van mijn skin. En dat was echt, ja, relax joh. Dat was echt grappig.
Nou ja, dus elke keer aan het begin van de aflevering kwam ik hier even wat wol halen en bezig gaan met mijn skin. Hier hebben wij al een hele poos onze mooie farm staan. Hij is wat efficiënter geworden. Eerst hadden we namelijk alleen dit hier zo. 1, 2, 3, 4. Bij, ja, daar tot het einde zo'n beetje. Ik weet het niet eens. Ik weet niet eens hoe het ongeveer zat. Maar volgens mij was het zelfs nog een minder. Ik weet het niet zeker. Maar echt, het was echt best wel klein. Toen heb ik de voortuin wat groter gemaakt. Zodat ik hier gewoon een gebied had van, ja, 10 bij 10 dacht ik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nou, 9 bij 9 mag ook. En dan had je hier in het midden kon je gewoon één blokje water doen. En dan had je gewoon dit helemaal gewoon was vruchtbaar. Mooi toch? Dus de eerste drie hier zo. Deze drie, dat is wheat. Dan heb je hier drie met potatoes. En dan drie nog met carrots. Ja, ik vind het mooi hoor jongens. Waarom heb ik hier een blokje carpet overheen gedaan? Zodat je hier gewoon lekker overheen kon lopen zonder echt in het water te vallen. Dus dat is super handig. Hier hebben we ook weer een restant van ons. Onze mooie nether portal. Hier zijn we niet heel vaak geweest in de nether trouwens, maar het heeft zijn ding gedaan. We hebben aardig wat quartz daar weggehaald trouwens ook nog, dus dat is super chill. Dan, hier hebben we onze skin van binnen helemaal ook goed verlicht, zodat er niks in spant bij jullie. Van buiten ziet het er ook gewoon goed uit. Ja, we zijn hier zo lang mee bezig geweest. Ik vond het echt machtig mooi om te maken. Ik vond het echt geweldig. Dus ik ben er echt heel erg trots op. Ik heb het natuurlijk al een paar keer vaker gedaan. Maar ja, het blijft leuk om dat te doen. Een heleboel wol heeft erin gezeten. Ik heb het nog nooit echt helemaal in survival gedaan. Dus dat, wat dat betreft is het echt heel erg tof. Hier hebben wij een wool farm, als het ware. Zo wordt dat genoemd door een heleboel mensen. Je drukt op één knopje, dan komt er water uitzetten. Dan gaan die schapen helemaal omhoog. Dan ga je hier zo naar boven toe lopen. En dat heb ik nu heel simpel gedaan door zo te doen. En dan kon je gewoon naar boven. Moet je het wel goed doen, Marcel. En dan kon je hier die schapen wheat geven zodat ze kleine kindjes kregen. En die kleine kindjes gingen dan hier zo naartoe. Die hele tijd moest je er overigens wel dat water aan hebben staan. Anders kwamen die kindjes niet hier naartoe en bleven ze daar bij de ouders staan. Want dat willen ze natuurlijk. Ja. En dan kwamen die kindjes hier en dan drukte hij op het volgende knopje. En er kwam er water uit. Lava uit, als het goed is. Ja, er kwam lava uit. En dan gaan we het nog een keer proberen gewoon. Oh, dat wil niet bovenop hopper. Nou, gezellig. Ja, een kist. Mooi. Nou, daar kwam dan de loot in. En je kreeg dus wol. Maar je kreeg ook raw mutton van die schapen. Dus dat is super chill. Wil het echt niet? Nee, dat wil echt niet. Oké, prima. Nou, dan doen we het niet. Hier hebben we een monster spawner. De opening zit aan de achterkant, als ik het goed heb. Ja, hallo achterkant. Daar zit de opening. Een heleboel lagen hebben hierin gezet. Ik ben er ook veel lang mee bezig geweest. Ik weet niet of ik dat allemaal onscreen heb gedaan. Vast niet, maar ja, wie weet. Misschien was het ook wel. Ik weet het echt niet meer. Ik ga even drinken, hoor, jongens. Ah, zo. Oké. Ja, werkt niet helemaal goed. Waarschijnlijk omdat er nog te veel verlichte caves hieronder zitten. Maar ja, het is gewoon te veel werk om dat allemaal weg te halen. En ik denk dat hij net buiten mijn chunk zit om het goed te laten functioneren. Dus ik had hem ook eerst wat verder weggezet. Ik had hem eerst daar neergezet. Daar zit een mooie open vlakte. Misschien kan ik dat even snel laten zien. Vast wel. Kijk, hier heb je zo'n hele mooie open vlakte zitten. Daar had ik hem eerst neergezet. Alleen toen besloot ik toch om hem wat dichterbij te doen. Dus ja, dat is deze geworden hier zo. Mooi. En dan hebben we hier nog onze mooie furnace kamer. Super chill. Er zit nog dingen in zelfs trouwens. Niet heel veel, maar kijk. Oeh, iron nog. Ah, toch best wel wat nog. Heleboel furnaces hebben we hier neergezet. Deze kamer hebben we in aflevering 170 volgens mij was dat afgerond. Ja, dat weet ik zeker. Want toen hebben we hier nog de laatste furnaces neergezet. En de crafting tables. Want aflevering 70 was een aflevering die mij best wel bijbleef. Gezien die in de best bekeken video's dat er rest 14 stond. Mocht je de video trouwens nog niet gezien hebben, check hem even. Hij staat ergens op mijn kanaal. Ja, mooi groot dak, panorama, ding en zo. Lava in het midden, super chill. En furnaces eromheen. En natuurlijk de buitenrand helemaal van furnaces. In elke hoek zit een crafting table, dus dat is ook super chill.
Nu we dat gehaald hebben, gaan we weer terug hier naartoe. En dan zien we hier een tweede paadje langs lopen. Nou, laten we dat paadje eens even gaan volgen. Dan zien we eerst daar dat, maar daar gaan we nog niet naartoe. Dan zien we eerst hier. Hier hebben we een paar afleveringen geleden, toen het kerst was, hebben wij hier onze mooie kerstboom zitten bouwen. Op dit mooie plateau, vond ik. Ik vond het wel lach om dit er zo onder te hebben. Dus ja, dan kon dit een beetje het plekje zijn voor eventuele dingen die gerelateerd waren aan een feestdag of zo. Ik weet het echt niet meer. Maar ja, dat was mijn idee dan. En dan hebben we hier dus een mooie kerstboom gebouwd. Die kwam echt best wel hoog. En die hebben we op 1 januari of zo hebben die gewoon weggehaald. Ja, toen was het ook wel weer mooi geweest. Dus ja, dus dat heeft hier gestaan. Daar zijn we ook best wel lang mee bezig geweest. We zijn ook veel te laat begonnen eigenlijk. Pas een paar dagen voor kerst of zo. Of de dag voor kerst misschien. Hier hebben we onze hele mooie en goed bedachte sugarcane farm. Dus ja, ik vind hem zelf niet heel erg efficiënt. Dus daar moeten we nog eens een keer iets goeds op verzinnen in de volgende serie. Het idee is, wanneer er één stukje sugarcane groeit, dan gaan al die pistons gaan dan zo naar buiten toe. Dus trouwens is die sugarcane weg. Sugarcane komt hier in het water terecht en die gaat hier zo in de hopper en gaat dan de kist in. Die overigens best goed vol zit. En ik heb hem al echt een hele poos niet meer geleegd ofzo. Dus dat is echt, ja, is loot van heel lang. Hetzelfde geldt voor die kant trouwens. En ik heb hier glas. Daar zag je bijna gebeuren. En daar ook. Hebben we net niet meegemaakt. Nou, wat jammer nou. Dit glas zit ervoor zodat sugarcane niet weg kan schieten. En dat het gewoon weer terug in het water komt. Alleen dat werkt niet altijd. En heel vaak heb je dat gewoon niet, dat het hier op de rand komt. En dat is, ja, niet heel erg leuk. Dus dat is een beetje balen. Maar ja, dat maakt niet heel erg uit. Het werkt niet heel erg fijn, vind ik. Maar ja, soms shit happens, weet je. Ja. De vloer ziet er gewoon heel goed uit. Onder deze leaves zit weer glowstone, zodat je daar gewoon goed verlicht hebt. En ik heb er wat sandstone tussen gegooid. Net zoals hierboven trouwens. Ik vind hem er erg pittig mooi uitzien. Als we hier weggaan, dan volgen wij weer het paadje terug. En dan lopen wij een klein stukje verder nog. Dan komen wij echt wel tegen. Dat, waar best wel wat kostbare dingen in zitten ook. Hier namelijk. Hoppakee, kijk. Dit is onze museumkamer. Hier hebben we vier setjes volledige armor. Hier zou nog chain armor moeten komen. Alleen dit is het bewijs dat ik constant op peaceful heb gespeeld. Dat ik het gewoon niet heb kunnen halen. Dat is een beetje jammer. Dus ik heb wel leather armor, iron armor, gold armor en diamond armor. Dus dat is heel erg cool. Ik heb hier zoveel mogelijk blokken zien te verzamelen. En hier zoveel mogelijk ores. En dat is allemaal nog niet heel erg gelukt. Dan kunnen we nog verder. Jawel, het houdt nog niet op mensen. Dan zien we hier een mooi groot cobblestone gebouw. Hier hebben we niks mee gedaan. Het is ook nog niet echt af. Het idee was dat dit onze mooie grote farm zou worden. Dat hier gewoon constant wheat konden planten. En constant carrots en potatoes en zo. Zo, deze twee zouden dan voor wheat worden. En deze voor carrots en die voor potatoes. Het idee was dan dat hier nog wat pistons bij kwamen. En dat die dan het water naar beneden zouden laten vallen. Dus er zat hier nog water achter en dan was dit de rij met cobblestone. En dan zat daarboven zaten dan pistons die naar boven zouden trekken. Het is alleen nooit afgekomen omdat ik nooit sticky pistons heb kunnen halen. Omdat ik geen slimeballs kon halen. Omdat ik een peaceful speel. Dus ja, dus er waren geen slimes, dus ook geen slimeballs. Hier zou dan een button komen zodat ik het kon looten en zo. Dus dat is echt super chill. Ja, nou, dan denk je dat we eindelijk klaar zijn? Nee hoor. Nog lang niet. We zijn nog lang niet klaar. Want we hebben hier ook nog onze konijnenfarm. En er zit weer een konijn buiten. Hoe komt die daar? Die heeft alle wortels opgegeten. Nou. Dit vind ik niet chill, konijn. Maar ja, ik ga ze ook niet slachten. Want daar zijn ze te lief voor. Want kijk ze naar zitten dan. Kijk. Ah, oh, wat lief. Dit is pas een paar afleveringen geleden gebeurd. Ja, jij wil naar buiten, hè? Ik vind vooral die kleintjes zo lief. Kijk dan. Ah. Oh. Dus een paar afleveringen geleden hebben we dit gebouwd. Mooie konijnenfarm. We hadden hier eerst een kerststal van gebouwd. En toen zocht ik nog plek voor die konijnen. Toen dacht ik van, nou ja, dan maar hier in de kerststal. Dus kerststal hebben we omgebouwd tot konijnenverblijf. En hebben we wat haystacks ingegooid. Wat water daar zo, zodat konijnen daarvan konden drinken. En mooie, goede verlichting. Door gewoon vier toortjes op te hangen. Een strookje licht van boven komt er nog bij. En wat raampjes erin. En dan zijn ze weer helemaal blij. Ik ga naar buiten, jongens. Mag dat? Dankjewel. Om het helemaal mooi te maken had ik hier ook nog wat wortels geplant. Deze zijn nog aan het groeien, want
een van die konijnen, volgens mij deze, die heeft ze daar opgegeten. En hier ook. Ik weet niet hoe die hier gekomen is, maar ja, dat boeit ook helemaal niet. Dus ja, die konijnen, die, dit konijn is best wel vervelend. Nou denk je dat we het eindelijk gehad hebben. En dan ben ik niet met jou eens. Want wij waren deze serie, of deze nieuwe wereld, niet hier begonnen. Nou denk je, Marcel, dat is toch wel zo? Nee, je denkt dat. Alleen dat is helemaal niet zo. We zijn hier wel het langst gebleven van alles. We zijn hier niet begonnen. Want waar zijn we dan wel begonnen? Ergens heel anders. We hebben ergens gewoon een heel groot meer liggen als het ware. Als je het kan noemen. En dan ga ik het even proberen om dat op te zoeken. Ik weet niet precies meer waar dat was. Want ik ben er begonnen en ben ik later nog een paar keer geweest om klei te halen. Maar toen had ik ook al moeite met dat vinden. Want ik wist dat daar een heleboel water zat. En volgens mij was het hier. Maar dat weet ik niet zeker. Ik dacht het wel. Was dat hier? Volgens mij was dit hem, hè? Ja. Want we hadden hier ergens hadden we een groot gebied waar wij gewoon... Ik had echt een heel tof idee. Ik had het idee om een penthouse te bouwen. Je ziet het daar al een klein beetje. Ik dacht echt van, we gaan gewoon een mooi penthouse bouwen. Bovenop een berg, aan de rivier. En dat was dat. We hadden daar gewoon een klein houten dingetje staan. Dat is echt vet lelijk. Maar ja, dat is dus niet echt zo heel erg tof eruit gekomen. Heb ik nooit weggehaald. Ik vond het wel leuk om dat te laten staan. Dus ja, vandaar. Het lijkt me alsnog trouwens wel een keertje tof om gewoon echt een mooi huis ergens in een berg te bouwen. Dus misschien in de volgende serie. Ik weet niet hoor, maar misschien wel. Dus dat was hier allemaal. Nou ja, dit is toch geweldig mensen. Ja, ik vind het zo'n geweldige wereld geworden. Jongens, hartstikke bedankt voor het kijken van deze aflevering. Druk even op dat duimpje omhoog als je dit ook een mooie wereld vond. Druk op het knopje abonneren voor meer afleveringen van Minecraft Survival. Nog twee, na deze aflevering nog twee te gaan en dan zitten we in een nieuwe wereld, jongens. Ik ben er super benieuwd naar. Ik hoop echt dat we hier gewoon een mooie wereld van kunnen maken binnenkort in de nieuwe Survival serie. Dus jongens, steun mij hierin. Druk op dat duimpje omhoog, druk op het knopje abonneren. Dat zou ik super tof vinden. En druk trouwens ook op het knopje delen. Dat zou ik ook heel erg leuk vinden. Of kopieer gewoon de link van hierboven en stuur hem even in Twitter door of zo. Ik weet het niet. Jongens, hartstikke bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie de volgende aflevering gewoon weer terug. Bij een nieuwe aflevering van Minecraft Survival. Tot later.